In derde nationale B van het veldvoetbal stonden Sporting Hasselt en Hoogstraat tegenover elkaar. Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de thuisploeg de volle 3 punten in het gemeentelijk sportstadion wilde houden. Het komt al na 5 minuten voor, een voorzet naar de tweede paal die netjes teruggelegd wordt en waar Bielegam wel raad mee weet. Sporting staat 1-0 voor. De bezoekers schuwen de stevige duels niet en bij deze fase mogen ze blij zijn dat ze zo wegkomen. Sporting is heer en meester en Hoogstraten is niet op de afspraak. Simon de Mulder met de 2-0, maar deze wordt wegens buitenspel afgekeurd. Dat de Mulder in vorm is, bewijst hij in de 23e minuut, wanneer hij op wandel gaat en alles en iedereen achterlaat. Sporting Hasselt 2-0 voor, meteen de ruststand. Na rust kunnen we spijtig genoeg niet één kans voor de bezoekers noteren, alleen een domme rode kaart voor Roy van der Linde, die niet meteen gesmaakt werd door coach Tom Gevers. Ik weet niet of de grinta ontbrak, we waren gewoon machteloos. En dan moet er inderdaad een stukje extra agressiviteit, gezonde agressiviteit, niet wat hier op het einde gebeurt, want dat is dom en dat is niet goed te praten. Het was wachten voor de doodsteek, voor de bezoekers, tot in minuut 78, wanneer de Mulder, weer hij, een geniale ingeving heeft en van op afstand de 3-0 eindscore op het bord zet. Coach Gevers zag dat de thuisploeg beter was en dat Hoogstraten tekort kwam in deze wedstrijd. Thuiscoach Euvraar daartegen kon leven met een 3-0 eindscore. Tom, ja, moeilijke wedstrijd hier op Sporting Hasselt. Een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat heel duidelijk was dat Hasselt beter was dan Hoogstraten vandaag. Hè. Op alle vlakken eigenlijk. Op techniek, op snelheid, op maturiteit, op ervaring. Op alle fronten was Hasselt gewoon beter dan Hoogstraten. Het enige wat we onszelf moeten verwijten is dat we ze de eerste helft niet moeilijk genoeg gemaakt hebben. Ik zeg niet dat we de beter hadden kunnen zijn, maar we hadden ze het moeilijker moeten maken in de eerste helft. De tweede helft zag ik dat wel beter. Ja goed, ja. Ik denk dat we vandaag duidelijk de betere ploeg waren. Wel, oefenpot is veel gezegd. Je moet natuurlijk nog altijd de doelpunten maken en zorgen dat je niet in de problemen kwam. Want ik vond dat de 3-0 nogal lang uitbleef. We hadden heel veel kansen erop. Maar ja, zolang de 3-0 niet valt, weet je dat een 2-1 hen terug in de wedstrijd kan brengen. Hen terug vertrouwen kan geven. Maar goed, we zijn goed gesloten blijven spelen. We zijn redelijk hoog blijven spelen. We zijn goed blijven spelen in balbezit. Dus we hebben de kwaliteit bewaard in de tweede helft. En dat heeft onze zegen opgeleverd.